ik dat berg beklimmen maar gewoon stom. Ik niet. Ik ben er dan op. Goed zo, jongens. Nou, jullie hebben het echt heel erg goed gedaan, hè? Zo, en nu ga ik zelf nog even een oefenklimmetje maken. Oh. Oké, goed. We hebben nog een beetje tijd over. Jullie mogen of nog even rondkijken in het klimcentrum of je lunchpakketje opeten. Oké, juf Jen. Waar ga jij je oefenbeklimming doen, Max? Aan de noordwand van de Piekenpolderberg. Daar klim ik zo vaak als ik kan. Wauw. En jij komt heel snel nog eens langs, jonge dame. Jij bent echt een natuurtalent. Heel graag. Dankjewel, Max. Oh, ik wil ook zo graag de Piekenpolderberg beklimmen. En hij zei net nog dat ik een talent was. Als ik achter Max aanga, mag ik misschien wel meeklimmen. Zeg Sam, ik ben bezig met een boek te schrijven. De titel is Held van de Dag. En het gaat over jou. Een boek over mij? Maar waarom wil je dat schrijven, Elvis? Wordt vast een heel dun boekje. Oh, helemaal niet, Sam. Ik ga schrijven over al je dappere heldendaden. Het wordt echt superspannend. En, oh, ik kan beginnen met die keer dat Norbert vast zat met zijn voet in die emmer. Ach, ik liet hem gewoon zijn schoen uittrekken. Zo spannend was dat niet. Oh, ik had gehoopt van wel. Oh, maar dat komt goed, Sam. Er schieten me heus wel heldendaden van je te binnen. Te zien kan ik hier alleen maar omhoog. Ik heb het, Sam. Ik heb het. Wat dacht je van die keer dat je Dolly redde uit de oefentoren? Dat was maar een oefening, Elvis. Dat is toch geen heldendaad? Oh. Nou, wacht, Jansen. Ik las net dat stuk waar Max de ijsberg beklom met 3 tandenstokers en een schoenveter. Oh. En helemaal in zijn eentje. Zeg dat. Die man is echt een superheld. Oh. Kon ik me maar een paar echte heldendaden van Sam herinneren. Oh nee. Had ik maar naar Max geluisterd. Wat moet ik nu toch doen? Nou, dat scheelde niet veel, zeg. Dank je, Max. Ik was echt even in gevaar. Ik ben bang dat we dat nog steeds zijn. Wat? Voor mij is het geen probleem om hier af te komen. Maar het is te gevaarlijk om jou op mijn nek te nemen. Oh, nee! Kom mee, Elvis. Zonnebloempitten. Cavia's vreten ze. Ik zal ze uitstrooien over de vloer. En dan komt die kleine rakker vanzelf om ze op te eten. Oh ja, volgens mij is Norris gek op zonnebloempitten. Norris, dat is mijn naam. Maar, nou ja, laten we maar aan de slag gaan. Ik strooi de zaadjes uit en... Oeh, daar is die al. En ik heb nog niet eens gestrooid. Nee, commandant. De cavia is bang. Kijk, de kelder. Er is brand. Ik bel Jenny. Allemaal meteen de winkel uit. Ja. Er is brand in het Volviscafé. Oh, en er loopt daar binnen ergens een cavia rond? Oh. We zullen je redden, Norris. Norris? Waarom denkt iedereen dat ik gered moet worden? Het is de cavia die gered moet worden, niet ik. Huh? Oh. Nu kunnen we zien of onze uitrusting in orde is, Elvis. We gaan eerst op zoek naar de brandhaard, Jenny. Daar! We moeten zorgen dat we goed samenwerken. Hoe zouden die dozen vlam hebben gevat? Ah! Mooi. Zet de hoofdschakelaar uit. De stroom is eraf, Sam. Maar wat moeten we nu toch doen? We weten nog steeds niet waar Norris... Norris, hè? Huh? Ah, daar ben je, kleine Norris. Wat heeft dit te betekenen, Crispijn? Sorry, maar we hebben de cavia naar u vernoemd. Nou ja, wat bazel je toch, Crispijn? Daar maak ik me toch helemaal niet druk om. Ik ben stapelgek op cavia's. Nee,
Waar ik mee druk om maak, is dat jij aan het slepen bent met kazernemateriaal. Sorry, hoofdcommandant Staal. Als jij gewoon wat zaadjes had gestrooid, dan was die kleine arme Norrisie niet van honger gaan knagen aan de stroomdraden. Waarschijnlijk niet, commandant. Gelukkig heeft die rakker ons met schapiep gewaarschuwd voor de brand, hè? Want daarom heet hij ook Norris. Een brandbestrijder van naam. En met toewijding. Rustig maar, Elvis. Ik vind je een geweldige brandweerman. Ik ook, hoor. Bedankt, jongens. Oh, je weet maar nooit. Misschien word ik ooit nog wel eens zo goed als brandwacht Norris. Oh, lieve kleine Norris. Ah, lekkere kleine pluizen. Dag, lieverd. Doe je wel voorzichtig. Oh, dat gaat hard. Dat gaat hard. Ja, maar als ik nou gewoon geen aanleg heb voor reparatieklusjes, Jenny. Het ging ook al niet zo goed op de kazerne. Als je onthoudt wat Sam zei en rustig blijft, dan komt het vast wel goed, Elvis. Oké, Jenny. Ik doe mijn best. We beginnen met een klusje dat heel belangrijk is, maar ook heel eenvoudig. Eenvoudig? Dat is mooi. Dit apparaat gebruik je om bouten los en vast te draaien. Links is los, rechts is vast. Met deze drie bouten zit de motor bevestigd aan Neptunus. Je hoeft alleen maar te controleren of ze goed vastzitten. Lukt dat, denk je? Natuurlijk, Jenny. Het was een makkie. Links is los, rechts is vast. Dat is een klusje dat mij wel past. Oh. Is dit wel de bedoeling? Ze gaat wel heel hard. Het zal daar wel heel winderig zijn. Oh nee! Oh, ze heeft geen zeil meer. Ja, maar waar is ze nou? Of is ze meegesleurd met de storming? Pap, kun je haar ophalen met je vissersboot? Nee, Sarah. We kunnen beter om hulp bellen. Mijn broer, brandweerman Sam. Mandy Voet wordt vermist op zee. Meisje wordt vermist op zee. Ik herhaal, meisje wordt vermist op zee. Ik bel Jenny dat ze onmiddellijk Neptunus te water moet laten. En ik rijd met Venus direct naar de kade. Ja, commandant? Waar is het laatst gezien? Oh. Nou heb ik twee wiebelbouten. Hoe was het? Knopje naar rechts en het boutje gaat los. Knopje naar links, zo vast als een os. Tuurlijk. Nee, Jenny, kun je nog één keer uitleggen van die boormachine? Nu even niet, Elvis. Mandy is in gevaar. We moeten het water op. Ja, maar... Oh, nee. Kom op, Elvis. We moeten gaan. Alsjeblieft, we zijn er bijna. Elvis, Jenny, kom eens kijken. Oeh, dat is geweldig, Sam. Wat ruikt dat toch lekker, zo'n knapperend vuurtje, hè? Oh nee. Sorry, Sam. Sta stil, Norbert. Ik wil een sneeuwbal naar je gooien. Waarom zou ik stil blijven staan als jij een sneeuwbal naar me gooit? Kijk nu uit. Ik draag een bril. Pas op. Ik ga er binnen. Binnen mag je niet gooien. Laten we brandweerman Sam bellen. Alsjeblieft, alles doet het weer. Het is een kwestie van minuten en dan gaat het kwik stijgen. Je bent geweldig, Mark. Een noodgeval. Brand in het huis van Voet. Er is brand in het huis van Voet. Brand in het huis van Voet?
wacht eens even! Dat is bij mij thuis! Wacht op mij! Is in de keuken, Sam. De oven staat in brand. Sorry, pap. Rustig maar, Mandy. Zolang jullie maar veilig zijn. Sluit het gas af, Elvis. Wat was er gebeurd? Wat waren jullie aan het doen? De sjaal van Norbert's moeder. Oh, nou, die is in elk geval doorgebakken. Oh, ik zit zo diep in de problemen. Dat zijn we wel gewend, Norbert. Ik ben bang dat je aan een nieuwe toe bent, duwtje. Norbert, niet te geloven dat je mijn mooiste sjaal hebt geruïneerd. Sorry, mam. Maar ik weet wel iets om het goed te maken. Oh ja? Ik wil dat jij iets voor mij maakt in de sneeuw. Wat? Nog een sneeuwbal maken? Nee, een voetpad in de sneeuw, zodat Klaas... ik bedoel, de klanten natuurlijk niet meer alle kanten op glibberen. Goed idee, duwtje.